Dit is een van mijn hobby's. En de andere hobby die hebben we in het hok daar. Zal ik je maar wat over vertellen. Op zich heb ik dit gewoon van een beetje uit mezelf geleerd. En ik heb wat oude bazen gehad. En die wist me ook zo wat te vertellen. Die probeerde ik dan, ik ben nooit een meisje. Nou, dan probeer je dus soms wat en dan heb je nog wat scheteltje dat juiste. Dat maken ze nooit, dat is versleten of wat, maar. En dan maken ze zijn eien. En hoe lang ben je dan om het water, soks? Ongeveer een week. Ik hier van hier wat open dag en dan komt de man van Skaste Brege. En die wist helemaal net dat ik dit werk doe. Dat is dan vlakbij. Hij moet een wandje op het toer maken. Nee. Nou, zo is dat kennen. Nou, proberen. Nou, dat is laag ik. Mijn pa had mij vroeger smid. Ik maak graag wat met de hand. Maatje. Ik ben vroeger altijd aan het prutsen. En wat ik mijn maatje kon dat doen, zeg maar. Vorige week heb ik nog een fondant rechter maken. En dat die maatje van de poffertjebakkers. Is er niet gestikking in, die kraamjoggen die staan op bemerking en dat kopersjoggen dat komt hier eigenlijk alle uit hand. Nou, dit nemen ze mansbeursten, die maak je hoofdzaak voor de draaiergelmeesken. Het is echt ik nog een oud modeltje, hebben ze mij verteld. Want er kwam een draaierman en die hier wat reparaties. En die komt met zijn oude bus. En hebben we exact dezelfde bus, hè, want dit weer het klassieke model. Alles is met de hand maken. Het randje eronder klappen, het scharnier kan ik zelf maken. En daar kan die ook in. Ik heb zien zo wat naar maten. Die heb ik van twee sturkers maken. Elke dag te poetsen, dat zou het oorzijden moeten. Dat is wel wat een gezonde meter. Maar het knapt er wel verschrikkelijk van op. Ja, en die ene vrouw is en worden wat makkelijker dat horen, die ene wat luier dat horen, zeg ik altijd. En dat wordt me net altijd in dank houden, maar. Ach, het is examenkleer.